Is dat nou mijn koffiekopje? Kom maar, lieverd. In dat soort momentjes, ja, pak ik gewoon niet de camera erbij. Omdat ik er überhaupt niet over nadenk. Want ik heb al genoeg dingen aan mijn hoofd. Even je kukkeltjes. Wat een bofpepje ben jij. Nou. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Goedemorgen, het is maandag en ik ben aan het werk. Een beetje een wat chillere ochtend vanochtend. Ik heb een video opgenomen die ik nu ga editen. En ik heb al eventjes Olivia van Sven overgenomen, want Sven die moest even wat doen, moest even ergens heen. En het is papa dag vandaag, dus hij heeft eigenlijk Olivia, maar... Dat is het fijne van thuiswerken, dat ik gewoon even kan zeggen van oké, dan neem ik er even 20 minuutjes over, dan kan jij eventjes wat doen. Dus dat werkte top. Nu dus een video editen. Ik heb een video opgenomen over het moederschap en hoe ik dat ervaar en vooral ook hoe ik erin sta wat betreft gezond leven en Olivia opvoeden over gezondheid en Olivia's eetpatroon. En dus als je daar wat meer de diepte over in wil, dan komt die komende maandag online. Dus dat wilde ik even zeggen. Ik ga nu dus die video editen en inplannen voor maandag. En dan heb ik dat alvast gedaan. Het is dus een volledige week vooruit. Maar ik wil ook weer bezig deze week met mijn online cursus. En ik heb nog een hele toffe afspraak woensdag. Waar ik jullie wat meer over vertel dan natuurlijk. Dus interessante week zit er weer aan te komen. Sinds ik vlog deel ik al af en toe wat voor supplementen ik gebruik. Want ik weet dat heel veel van jullie dat heel interessant vinden. En het wisselt nog wel eens. Want ik pas mijn supplementen aan op wat ik echt nodig heb. En alles wat ik niet nodig heb gebruik ik liever niet. Tenzij ik er merk dat ik er echt baat bij heb. Op dit moment gebruik ik maar twee dingen eigenlijk, elke dag. Allereerst een basis multivitamine tablet. Ik ben hier jaren geleden mee begonnen. Ik sportte toen heel veel. En als je veel sport, heb je een wat hogere behoefte aan vitamines en mineralen. En ik merkte dat ik best wel vaak verkouden was. Regelmatig net even niet lekker was. En ik dacht... ik ga gewoon wat aanvullen, niet op een hele hoogwaardige manier, want ik weet niet zeker of ik tekorten heb. En als ik al tekorten heb, dan zullen die niet heel groot zijn, omdat ik wel gewoon gezond eet en volwaardig eet. Toen ben ik dus een basis multivitamine tablet gaan gebruiken. Ik let er altijd op dat er niet meer dan 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van de verschillende vitamines en mineralen in zitten. En dat bevalt me heel goed, doe ik al jaren. Dus deze gebruik ik nog steeds elke ochtend. En ik gebruik elke ochtend de Solution van Oslo Skin Lab. Dat doe ik al 2,5 jaar volgens mij. Ja, begin 2020 werd ik gevraagd of ik een samenwerking wilde aangaan met een product dat de rimpeldiepte verminderde en dus textuur en de elasticiteit van de huid zou verbeteren. En ik wilde eigenlijk al bijna nee zeggen, maar toen dacht ik, laat ik het eens proberen. En sindsdien gebruik ik dus de Solution. Het is een collageenpoeder die je oplost in water. Het kan ook in koffie of zelfs in bijvoorbeeld vla of yoghurt of wat dan ook. Ik doe het eigenlijk zelf altijd in water, omdat ik anders een beetje kortsluiting krijg. Maar omdat ik het dus eigenlijk bijna niet kon geloven dat het werkte, heb ik voor- en na-foto's van mezelf gemaakt nadat ik het een aantal weken had gebruikt. En ik zag echt zo duidelijk verschil in hoe gezond mijn huid eruit zag. Maar ook in de diepte van de rimpels die ik had. Dat ik dacht van ja, hier ga ik mee door. En ook heb ik zelf een beetje het idee dat het echt goed heeft gedaan voor mijn haar. Want ik heb mijn kapster al meer dan 10 jaar volgens mij. En ze heeft me echt nog nooit zoveel complimentjes gegeven over hoe gezond mijn haar is. En ik merk ook echt dat het gewoon goed groeit en er dik en gezond uitziet. Eerlijk is eerlijk, het is wel een prijzig product, maar ik zou zelf dit veel eerder aanraden dan als je aan huidverbetering wil doen. Maukie's voerautomaat gaat af. Zou ik eerder dit aanraden dan bijvoorbeeld een hele dure crème, omdat ik gewoon echt merk dat dit
absoluut bij mij werkt. En met crèmes heb ik die ervaring totaal niet. Oh, en dit werkt echt niet alleen voor de gezichtshuid. Maar ik merk bijvoorbeeld ook verandering in de sinaasappelhuid aan de achterkant van mijn benen en op mijn billen. Dat is dus alles wat ik gebruik. Verder gebruikte ik ook altijd probiotica voor mijn buik. Omdat mijn darmen vaak wat ontregeld zijn. Maar de laatste tijd gaat dat echt heel goed. Ik weet ook zeker dat het te maken heeft met de minder stress die ik heb. En ik gebruik in de winter altijd vitamine D extra. Maar dat doe ik eigenlijk alleen vanaf september, oktober zoiets. Want nu ben ik, meestal vanaf oktober trouwens. Want nu ben ik gewoon veel buiten en vind ik dat echt niet nodig. Lunchtijd. Ik heb twee boterhammen gemaakt. Eentje met mayonaise en ei. Ik had twee gekookte eitjes waarvan anderhalf zit hierop. En de andere helft zo is in mijn buikje al. En ik heb zuivelspread en avocado. Deze ga ik opeten en dan heb ik een call met mijn buddy van mijn coachingstraject. Super waardevol. Elke maandag skypen we of zoomen we even met elkaar om te kijken hoe het gaat. En ja, super fijn om zo met iemand altijd eventjes te kunnen bellen over business stuff. Want normaal doe je het eigenlijk alleen. Dus dat vind ik heel fijn. Oh, Mauki, hallo. Mauki was net helemaal in paniek door het luchtalarm. Dus ik race naar beneden. En sindsdien is ze een beetje aan mij aan het plakken. En werkt ze gezellig met me mee. Nee, je mag geen broodje. Dat niet. Maar je mag wel bij me zitten. Ik ga nu even, denk ik, een vlogje kijken of zo. Terwijl ik brood eet. En dan verder werken. Ik heb niet meer gevlogd. Maar nee. Maar we hebben gegeten. En mijn batterij was leeg. Maar je hebt dingen aan het opnoemen die gebeurt. Wat wil jij nog zeggen, lieverd? Heb je een ijsje gehad? Twee waterijsjes. Heb je twee waterijsjes gehad? En nu een banaan. En nu een banaan. En vier krakotjes. En vier krakotjes. Wat een bofpepsje ben jij. Wow. Nou goed. En we hebben lekker buiten gezeten. Met een serietje en een boek. Nu is het hier nog één ontplofte bende. Dat doet het morgen weer. Maar dat blijft het morgen nog steeds. Mauki gaat lekker met de Duplo spelen vannacht. Ga je met de Duplo spelen? Ja? Oké. Okay. En wij gaan lekker naar bed. Tot morgen. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend en vanochtend gebeurde er iets heel bijzonders. Wat heb jij gedaan vanmorgen? Wat heb jij gedaan vanmorgen? Ja, uitgeslapen, hè? Om 8 uur, ik was al vanaf 7 uur wakker of zo. Dan gaat Maukie's voerautomaat af. Toen was ik al half wakker en toen dacht ik, het is al 7 uur. Ik heb haar nog helemaal niet gehoord. Ze komt eigenlijk altijd, tussen 6 en 7. Wordt zij wakker. Altijd. En om 8 uur had ik er nog steeds niet gehoord. Dus toen dacht ik van, dit vind ik een beetje raar. Dus ik heb toen maar de monitor van beneden gehaald en is gekeken. En toen was ze langzaam een beetje aan het wakker worden. Dus ik zag een beetje half een armpje bewegen. Maar ze had dus gewoon echt geslapen tot 8:10 of zo hebben we er uit bed gehaald. Want echt, dat is echt nog nooit gebeurd. Dus dat is lekker, hè? Zo, we zijn naar buiten verhuisd, want het is super lekker weer. Olivia die is snotterig. En ik begin ook een beetje te snotteren. Al kan het bij mij ook heel goed hooikoorts zijn. Ja, bij jou niet, hè? Nee. Ik heb het idee, want ik heb het pas sinds we naar buiten zijn gegaan ineens. Dus ik denk dat het misschien hooikoorts is. En vaak houdt het bij mij dan vanzelf weer op. Ja, maar jij bent ook een beetje een snottenbel. Ik zal eventjes je neusje schoonmaken. Het is vandaag mamadag, dus ik ga lekker met Olivia spelen. Ondertussen nog eventjes wat thumbnails editen. Dat kan ik op mijn telefoon doen, dus dat is top. En vanavond ga ik weer bodypump geven. Echt heel veel zin in, superleuk. Ik ben benieuwd of ik nou weer zoveel spierpijn krijg. Als het goed is,
heeft mijn lichaam zich nu er wel iets aangepast. Al heb ik het maar één keer per week natuurlijk gedaan. Dus ben ik heel benieuwd hoe het morgen gaat zijn. Maar dat gaan jullie wel meemaken. Want natuurlijk laat ik dat ook even weten nog in mijn vlog. Olivia is de bloemkool aan het eten die ik in de vorige vlog voor haar gemaakt had. En nu laat ik haar dus de smaken apart proeven. In plaats van dat ze in een potje alles natuurlijk door elkaar krijgt. Dus nu heeft ze echt gewoon apart bloemkool en apart gehakt en apart aardappel. Is het lekker, bloemkool? Ja, is het lekker? Yummy, yummy. En ik laat het er zelf doen, omdat ze dan meer geïnteresseerd is in het eten wat ze krijgt. Want als ik het haar voer, dan vindt ze het allemaal niet zo interessant en dan wil ze niet eten. En nu wil je wel eten, hè? Ja, het wordt dus alleen nog een gedoetje om die aardappel, want die kan ze niet zo zelf goed vasthouden. En ze wil dus echt de mond niet open doen als ik het aanbied. Dus maar we zien het wel. Wat je niet wil eten, eet je niet, hè? Hey! Eindstand. Na 2 stronkjes broccoli vond ze het niet meer interessant. Toen heb ik het door elkaar geprakt met een klein beetje zuivelspret erdoor. Als een beetje smeuïgheid en voor een klein beetje extra vetten. Wilde ze ook niet. Dus ze zit nu weer buiten. Lekker te spelen. Ik ga het geprakte goedje in de koelkast doen. Misschien dat ze het straks nog wil. En anders niet. Als je heel even binnen bent. Wat heb jij? Is dat mama's koffiekopje? Kom maar, lieverd. Gelukkig was hij leeg. Dat is toch niet voor baby's? Vond je dat lekker ruiken? Oh, en die poes heeft weer een kikker. Oké, die ga ik terugzetten. Kikkertje is weggesprongen en zit nu daar op de steen bij de buren. Maukje die kan dat niet zien, want die kijkt hier. Die kan niet over dat ding heen kijken. Dus kikkertje zit veilig. Oh, dit was even een middagje, jongens. Jeetje. Zoals jullie zitten, zit ik nu in de auto, want ik ga weer bodypump geven. Ik heb mijn fel roze stronger broek aan en ook de top en eroverheen een Nike shirtje. Maar het was een heftig middagje, omdat Olivia die is natuurlijk een beetje snotterig en ze zit net in een sprongetje en ik denk dat ze daardoor niet wilde slapen overdag. Wat in principe prima is, weet je, daar heb ik me helemaal bij neergelegd. Maar ze was dus best wel veel aan het huilen en zo rondom haar slaapjes. En er kwamen allemaal dingen binnen die ik gewoon eventjes moest doen vandaag. En dat vond ik zo irritant. Ik heb eindelijk een beetje een leven gecreëerd waardoor ik op mijn mamadagen er volledig kan zijn voor Olivia. Er kwamen gewoon echt dingetjes tussen die ik moest doen. En ik wilde er zijn voor Olivia. Dus ik moest dat heel erg managen. En ik raakte gefrustreerd. Doordat ik zeg maar, doordat er zo aan me werd getrokken voor mijn gevoel. En uiteindelijk heb ik me wel weer herpakt hoor. Want uiteindelijk heb je er altijd zelf invloed op. En heb ik mezelf kunnen coachen en weer die rust teruggevonden. Maar dat vond ik wel eventjes heel moeilijk. En dat wilde ik jullie ook meegeven. Dat niet elke dag gewoon vlekkeloos en vrolijk gaat. Maar dat ik nu eventjes aan het worstelen was. En dat soort momentjes ja, pak ik gewoon niet de camera erbij. Omdat ik er überhaupt niet over nadenk. Want ik heb al genoeg dingen aan mijn hoofd. Maar goed, het is allemaal geregeld. Sven is nu bij Olivia. En ik ga lekker pump geven. Ik ben heel benieuwd naar de spierpijn morgen. Maar ik heb wel weer heel veel zin om les te geven. Goedemorgen allemaal. Sven heeft de code gecrackt van het onmogelijk baby verschonen. Hij heeft hier zo een YouTube filmpje. Zodat Olivia naar boven blijft kijken. Ja, je bent een draak. Want meestal ligt ze zo en zo en zo. Maar nu blijft ze naar boven kijken. En ze krijgt nu een vitamintje. Kijk, kun je toch even voordoen hoe je kan liggen? Ja, zo kan het ook hè. Ik zal even weggaan. Ja. It's not helping, hè? It's not helping. Ja, maar nu doen we grote meiden aankleden. Nee, niet meer kleine meiden aankleden. Gaan jullie op de stoel zitten? Ja. Oh. Doen grote meiden doen dat. Oké. Dat werkt echt super. Zoals jullie zijn, grote meiden zoals jullie zijn. Ja, wij grote meiden doen dat. Oké. Straks doen we ook een staartje. Oh, ga jij een staart doen bij haar? Ik wou zeggen, dat wil ik wel eens zien. Dat kan ik toch helemaal niet. Sven heeft Olivia naar de opvang gebracht. En ik ga aan het werk. Of eigenlijk ben ik al aan het werk. Ik heb net een call gehad met een ondernemer. En zij twijfelt of
denk erover na om in mijn 1-op-1 traject te stappen. Wat super tof is. Echt heel gaaf. En ze was ook super ambitieus. Heel reflectief naar zichzelf. Ze had echt van alles al geprobeerd om een goede mindset rondom eten en gezond leven te krijgen. En het lukte haar maar niet. En ze wilde nu haarzelf gewoon echt eens gunnen om te investeren in een goed traject daarin. En is op die manier bij mij terechtgekomen. En ja, het lijkt mij super tof om met haar te gaan werken. Dus ik ben heel benieuwd wat haar besluit gaat zijn. Nu ga ik weer bezig met mijn online cursus. Ik ga een video opnemen over barrières die jij zelf kan hebben ten aanzien van gezond leven. En ik vind het heel waardevol om jouw eigen barrières goed in kaart te brengen. Zodat je ze uiteindelijk kunt veranderen. En zodat je uiteindelijk gezonder kunt gaan leven op een manier die bij jou past. En dat je dus heel goed jouw eigen valkuilen kent. Zodat je eraan kan gaan werken. Die ga ik opnemen en ik ga er een werkblad bij maken. Zodat mensen zelf ook een beetje kunnen gaan uitzoeken van hey, wat zijn mijn barrières dan en waar moet ik dan misschien aan denken, omdat dat voor heel veel mensen natuurlijk lastig is om dat zo eventjes te bedenken. Verder, mijn outfit van vandaag is een shirtje van de Cotton Club en deze broek is van Costus. Ik ben er echt helemaal weg van, er zit alleen hier nog een kaartje in die er een klein beetje doorheen schijnt. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, ik kan het wel zien. Dus dat kaartje wil ik er eigenlijk nog even uitknippen. Oh, ik bedenk me trouwens nu dat ik voor die video opnemen wel een ander blouseje weer ga aandoen. Want dat blouseje hoort bij die les die ik nu aan het opnemen ben. Maar goed, daar heb ik al over gepraat. Ik ga lekker aan de gang. Ik heb vanmiddag een afspraak in Lelystad met het bedrijf dat mijn branding opnieuw gaat doen. Dus helemaal gaat kijken van wat is de uitstraling van mijn bedrijf in de zin van kleuren, lettertype, logo, website. Alles wordt gewoon nieuw. Omdat ik gewoon merk dat ik daar heel hard aan toe ben. Dat ik een andere doelgroep misschien aanspreek. Of niet misschien, een andere doelgroep aanspreek. Tegenwoordig. Ik heb echt bewust gekozen om voor één doelgroep te gaan en daar me echt in te specialiseren. In plaats van heel veel verschillende dingen te willen doen en alles het gevoel hebben van ja, ik kan alles net niet doen. En dat voelt voor mij heel goed, geeft mij veel meer rust. Ik voel me veel meer een expert in wat ik doe. En daar past ook een branding bij die daar bij aansluit. Dus ik ben heel benieuwd naar dat gesprek straks. Het is warm, dus ik heb maar eventjes een hemdje aangedaan. Ik dacht ja, ik ga niet in een t-shirt. Want dan krijg ik alleen maar zweetplekken. En dan voel je je daar weer ongemakkelijk over. Dus ik heb me toch nog weer even omgekleed. Ik heb een video opgenomen en geüpload. Dat is heel fijn voor mijn online cursus. Nu ga ik dus onderweg. Ik heb even een half uur speling genomen. Zodat ik lekker kan lunchen onderweg. En ik kom er nu achter dat ik mijn nagels half afgebladderd heb. Nou ja, ik had de hele tijd in mijn hoofd van ik moet mijn nagellakker nog even afhalen en opnieuw opzetten. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Nou ja, het is wat het is. Ik ga nu die kant op. En ik neem jullie mee. Oké, ik had dus een afspraak bij Van der Valk Lelystad. Dat had ik online gevonden. Die blijkt nog helemaal niet open te zijn. Dus ik heb net de dames waarmee ik een afspraak had ook gebeld. Dus nu gaan we uit ellende maar bij de McDonald's zitten. Die zit er dus naast. Maar dit is echt een mooi verhaal. Nou, dat was wat. Zaten we dus gewoon op het terras bij de McDonald's voor de business meeting. Maar in ieder geval, het was heel leuk. Wat ik nu dus gedaan heb is met het bedrijf wat mijn branding gaat doen. Helemaal doorgesproken van hoe zie ik mijn bedrijf? Weet je, wat wil ik uitstralen? Hoe zie ik het? En zij gaan dan een moodboard maken met bijvoorbeeld een kleurenthema. En waar ze uiteindelijk mijn website en mijn logo op gaan baseren. Dus ik ben heel benieuwd. Maar volgens mij wordt het heel tof. Ze gaan dan 3 verschillende voorstellen doen. En daar kan ik dan uit kiezen wat ik mooi vind. En gaan ze er mogelijk nog wat bijschaven of zo. Dus ik ben benieuwd. Nu weer terug. Volgens mij ongeveer een uur en een kwartier rijden. Misschien tussendoor nog even naar de wc of zo. Ik zie jullie zo weer.
Ik heb even een meditatie gedaan dat ik thuis was van 5 minuutjes. En volgens mij een minuut voordat hij klaar was belde Sven. Dus toen was ik compleet uit mijn meditatie. Maar ik merk dat ik dat heel fijn vind. Het staat op zich heel ver van mij af. Maar ik zeg ook altijd tegen de cliënten of de klanten die ik begeleid in mijn 1-op-1 traject. Eigenlijk hoe verder meditatie van je afstaat, hoe meer je het misschien wel nodig hebt. En dat is bij mij zeker zo. En ik merk dat na zo'n afspraak die heel veel van me vergt, zeg maar, waar ik heel blij mee ben, maar ook wat heel veel nadenkwerk voor me vergt, is dit heel fijn. Om gewoon eventjes te ontspannen en eventjes terug te keren naar mezelf. Het is nu 5 uur. Ik ga de fiets pakken en Olivia ophalen. Ik heb heel veel zin in. Sven is om 5:30 ongeveer thuis. En dan gaan we misschien met z'n drietjes eventjes naar de winkel. Om even wat boodschapjes te doen voor het avondeten. Maar ik vind het wel fijn om haar nu al op te halen en niet pas om 5:45 of zo. Dus dat ga ik doen en lekker misschien even een rondje fietsen met haar. Olivia ligt in bed en wij zitten lekker buiten. Heb ik je al gevlogd? Ik weet het niet. Ja. Is er ook? Maar weet ik niet. Ik weet het ook niet meer. Maar wij hebben wraps, zoals je zag, ik zwem hem met de hand. En ik, zoals gewoonlijk, als een pizza. Goedemorgen. Het is donderdag. Het is 7:10 en ik ben net wakker. Olivia werd pas om 7:00 wakker. Heerlijk. En wij hebben ook uitgeslapen. Meestal ben ik zelf ook om 6:00 wakker, maar vandaag niet. Wat ik nog wilde zeggen is dat ik totaal geen spierpijn heb van de bodypump. En dat kan 2 dingen betekenen of een mix van die 2. Ik denk sowieso dat mijn lichaam zich alweer heel snel aanpast. Omdat ik natuurlijk jarenlang bodypump heb gegeven. En na de vorige spierpijn dan stelt je lichaam zich gelijk in op een volgende workout. En de vorige training waren we heel erg aan het focussen op mind-muscle connection. Oftewel tijdens het trainen denk aan de spier die je traint en daar ook echt op focussen. In de vorige les hadden we een ander focuspunt, namelijk time under tension. Dus hoe lang staat een bepaalde spier onder spanning. En ik weet dat ik dan de mind-muscle connection een beetje vergeet. En dat kan ook voor minder spierpijn hebben gezorgd. Omdat ik gewoon minder actief aan die spier heb gedacht. Dus dat bevestigt voor mij ook maar weer hoe belangrijk dat is. Nou goed, ik hoop dat je deze vlog leuk vond om te zien. Dankjewel voor het kijken en tot in de volgende. Doei doei!